een commercieel projectleider bij ons in die rol. Wat verwacht ik daarvan? Ik verwacht daarvan dat hij in basis ons proces begrijpt van een klant tot contract, wat er aan werkzaamheden voorbij komen. En dat is het aansturen van een architect, dat is een overleg met een welstand. Maar dat is ook de eisen om te komen tot een brandoplossing, met een brandadviseur in gesprek staan, ook met die constructeur in gesprek. Alles om te komen tot een goed gebouw, goede contractstukken die voldoen aan alle eisen, regels en wetgeving. Dat verwacht ik in basis. En vervolgens gaan we de verdiepingsslag aanbrengen om de kennis van die klant eigen te maken. En bij een logistiek gebouw ga je het over pallets en trucks hebben. Dan verwacht ik daar het gesprek over te kunnen voeren. Maar bij een voedingsgebouw ga ik het misschien wel hebben over de schoonmaakmiddelen. En dan verwacht ik dat onze commercieel projectleider zich verdiept in het proces van die klant. Die kennis wil opzuigen en eigen maken. Zodat hij het kan hebben over het schoonmaakregime. Of over de afvalverwerking. Of over de stroom in die proces van die fabriek. Maar als je die stroompjes goed begrijpt, dan krijg je de beste layout. En als we dat punt kunnen voeren, en die commercieel projectleider gaat die taal spreken, dat is de uitdaging om hem die kennis bij te brengen, ja, dan gaat het een succes worden. Juist dat punt voor die klant oplossen, het vinden van waar zit zijn echte idee, waar zit zijn behoefte. Hij denkt de eerste dag aan een gebouw van 5000 vierkante meter en wil zoveel pallets, totdat je de vraag achter de vraag snapt en weet dat hij het over smalle brede gangen en ineens geen 5000 meter nodig heeft, maar misschien een laagje extra, het gangetje een metertje smaller maakt. En als we dat punt hebben gehad, ja, dan kan iedere gebouw kunnen we maken en oplossen. Maar door dat uit te vinden, dat is leuk. Want dan kom je in gesprek met die klant, heb je de echte behoefte in beeld, ja, en dan kunnen we los. Hoe bouwen kan iedereen, maar dat punt aan niveau kan tackelen, daar met die klant over in gesprek komen. Als je dat punt gehad hebt, dan is het super. En als dat punt niet lukt, dan kun je ook bijna geen toegevoegde waarde leveren. Ja, wat moeten wij dan nog? Dan kan iedereen het. De commercieel projectleider komt met het initiatief. Stelt hij geen vraag, doe ik niks. Komt hij met een vraag, wil ik hem helpen. Ga ik hem tips geven, heb je hier gekeken, ga je daar doen. Maar het initiatief zit altijd bij de commercieel projectleider om een stap te willen zetten. De vrijheid en de verantwoording leggen echt terug bij de commercieel projectleider. Natuurlijk hebben we het een keer over van loopt het, gaat het naar zin, werkt het proces, kom je ergens. Een voortgangsoverleg is prima, maar als het op inhoud aankomt, hoop ik dat hij met de vraag komt om zo'n proces verder te brengen. En als het aan kennis ontbreekt, gaan we die bijbrengen, dat vind ik prima. Maar omgekeerd verwacht ik dat hij het project gaat trekken, het is zijn feest, hij maakt het succes en ik begeleid en coach niet meer een start. 100% verantwoording terug naar de medewerker. In al zijn beslissingen. Dus hij kiest ook zijn eigen constructeur, hij deelt ook zelf af welke prijs. En ook dat doen we door de hele organisatie. Hij maakt zijn eigen keuze, zijn eigen verantwoording. Omdat je de juiste die ruimte krijgt om dat soort dingen te mogen doen, dat te ontwikkelen, dat te bedenken, dat proces te sturen. Daar ben je vol leading in. Het wordt jouw project, het is jouw uitdaging. En jij verzamelt het team eromheen om samen te maken. Jij bent onderdeel van het succes, dat is leuk. Dus je bent niet degene die iets doet, nee, jij bent het succes, jij bepaalt. Nou, die verantwoording gaat ver. En ook zover als zij als projectteam, want je doet het met een team, hè. Je zit als commercieel projectleider, maar ook een modelleur en kostendeskundige. Als jullie met elkaar gezegd hebben, dit is de som, dit is de opdracht, zo willen we het doen. En jullie zijn overtuigd dat het goed is, dan gaan we het ook gewoon zo doen. En dan is het niet zo dat ik nog zo nodig eroverheen moet kijken, heb je dit wel, heb je zus. Nee, je hebt gezegd dat het goed is, dan vertrouw ik dat, dan gaan we ervoor. En dat zie ik bij heel veel bedrijven anders. Dat zie ik wel echt als een groot verschil. En dan zeg je, ja, maar er komt nog een hoofdbedrijfsbureau, er komt nog een directeur en dan mag die hand tegenzetten. Dat is niet nodig. Als jij gezegd hebt, met je team het is goed, dan is dat zo. Dan gaan we ervoor. Innovatie is cruciaal belangrijk in ons bedrijfsproces, in onze winkel van het bouwen, het realiseren van. En dat betekent dat we niet stil mogen staan bij de oplossing van gisteren. Daar mogen we zeker naar kijken, maar ook moeten we bedenken van wat kunnen we morgen. En wat kunnen we morgen? We hebben 1,5 jaar geleden het eerste circulaire bedrijfsgebouw van Nederland mogen realiseren. En hoe komt dat? Doordat we nadenken van wat verandert er, wat komt er op ons af en hoe zouden we dat in een project kunnen toepassen? Wat betekent dat voor ons project? En dan proberen we een opdrachtgever daarvoor te anticiperen, zelf alle ingrediënten op te halen van dan gaan we naar een andere staalconstructie, die gaan we circulair maken. Nee, we gaan hem dus ter plekke helemaal bouten en niet meer lassen. We hebben daar een andere betonsamenstelling gekozen die zich laat afbreken. Dat soort ingrediënten ontwikkelen. Bedenken in je project, ja, dat is super en dat kan van het product, dat kan naar het proces, dat kan naar nieuwe methodieken van werken zijn, dat kan met lean bouwen te maken hebben, dat is cruciaal belangrijk, dat is heel erg leuk om daarmee bezig te zijn, want dan blijf je vooraan in die wedstrijd. Dat verwacht ik van iedereen dat die daar ook voor open staat. We hebben hier ook 2 lean coaches in dienst die dat stimuleren, 7 teams van karttrekkers die met dat soort onderwerp aan de gang gaan. Als jij je interesse toont in een onderwerp kun je daarbij aansluiten, kun je ideeën brengen en als het een goed idee is maken we er ook ruimte en tijd voor vrij om daarmee aan de slag te gaan.